Het is binnen 3 minuten is hij binnen en buiten en heeft hij alles mee. Dus nou ja, binnen die tijd, dan ja, wie is er dan zo snel te plaatsen? En hoe hou je hem dan nog tegen? Hij heeft het rolluik heeft hij nog even lopen frikken. En daar is hij tussen gegaan, heeft hij het glas hier ingeslagen. Rond 6:30 vanmorgen sloeg de dader toe. Gewapend met een mokerhamer wist hij het pand binnen te komen. Toen heeft hij alles stuk geslagen. En grote sporttas en sporttas open en alles naar erin gehaald. Op de beveiligingsbeelden is goed te zien dat de dader gericht te werk gaat. Hij begint ook hier waar, laat maar zeggen, de meest de luxere artikelen staan. Hij is heel gericht aan het pakken wat hij wil in een hoog tempo. Hij laat ook dingen liggen van wat van mindere waarde is. Hij weet precies hoe of wat. Heeft hij ook een idee wie het zou kunnen zijn? We hebben wel een idee aan de hand van een postuur. En we hebben daar ook wel nog wat gegevens van. Dus we gaan met de politie gaan we in overleg. Ik zou wel graag een oproep willen doen voor herkenbaarheid. De schoenen, dus de gimpen zijn wel heel erg specifiek. We gaan ermee aan de gang. De waarde van de sieraden die zijn meegenomen loopt op tot in de duizenden euro's. En nu gaan we weer verder en we gaan de rest afhandelen en het onderzoek en we hebben alle beelden. Nou, we laten ons niet intimideren door zo'n idioot. Nee, absoluut niet.